Er is een feestje vandaag bij Tele 2. Wat is er gebeurd? En terecht. We hebben afgelopen vrijdag een prachtig stuk spectrum verworven. 2x10 MHz 800 in aanvulling op de 2x20 2600 die we al hadden. Ja, nou, de manier waarop je er al praat, duidelijk dat je gewoon leeft en droomt. Je bent directeur strategie en jij hebt de veiling zeg maar gerund de afgelopen tijd? Ja, klopt. We hadden een klein veilingteam waarmee we dit hebben verworven. Hetzelfde als 2 jaar geleden overigens. Ja, maar wel een enorm verschil, want de veiling, jullie hebben een onwijze bak met 2600 frequenties, hele hoge frequenties. Hoeveel heb je ervoor betaald? Destijds was de prijs voor 400.000 euro en nu is onze prijs voor... Dan hadden jullie 4 blokken geloof ik, hè? En nu heb je voor 2 blokken... Hebben we 160 miljoen, 161 miljoen betaald. Ja. Zijn blokken zo totaal verschillend? Ja, nou goed, je ziet hier gewoon de marktwerking en wat al in het verleden voorspeld is. Hè, de 800 MHz wordt wel gezien als superbelangrijk voor LTE in de toekomst, hè, voor hoge snelheid, de volgende generatie internet. En wat je hebt gezien in Duitsland in de veiling wellicht, hè, daar heeft ook heel veel geld op geleverd. Nou, het Europees gemiddelde om een idee te geven, als je dat corrigeert voor inwoners in Duitsland, kwam je op een prijs van, nou trouwens niet zo relevant. We kwamen... Nee, hoeveel duurder in Duitsland is het dan in Nederland nu? Nee, niet duurder. Als je de Duitse prijs omslaat naar een bevolking in Nederland, dan zou je uitgekomen zijn op 272 miljoen. Wij hebben 160 betaald. Het is 50% duurder in Duitsland, is er per miljoen inwoners per blok betaald. Nou, even terug, want niemand begrijpt iets van al die frequenties en dat soort dingen. We hebben gehoord over de 800 MHz frequentie, de 900, de 1800, de 1900, de 2100, de 2600. Wat zijn al die frequenties en wat betekenen ze? Ja, nou, het gaat voor een heel groot stuk ook in deze veiling natuurlijk over frequenties die de operators, hè, al 15 jaar in gebruik hebben. Hè, GSM is het. Mobiel is begonnen met GSM in die 900 band. Toen kwam de nieuwkomers op 1800, UMTS op 2100. Nou, eigenlijk die eerste twee banden zijn ook nu opnieuw geveld. Hè. Dus de operators die er waren, KPN, Vodafone, T-Mobile, die moesten bieden op hun eigen frequentie. Precies, terugkrijgen wat ze al hadden. En die hebben daar een bak geld voor betaald. Ja, die hebben daar duidelijk veel geld voor willen betalen. En de belangrijkste vraag is nu, wat hebben ze eigenlijk en wij ook incrementeel nieuw vervolgd. Om natuurlijk LTE te kunnen gaan doen. Ja, bij jullie is dat makkelijk, want jullie hadden gewoon niks. Dus jullie hebben nu 2x10 MHz. En wat kun je nou doen met 2x10 MHz 800 en dan ook nog zo'n hele bak van frequenties aan die bovenkant, aan die 2600? Wat kunnen jullie daarmee bouwen? Ja, nou, wat wij willen is hoge kwaliteit snel internet mobiel gaan maken voor klanten. Uiteraard tegen een goede prijs. Nou, met 2x20 MHz, dat is eigenlijk voor de huidige LTE standaard, dan kan je de maximale snelheid tot 100 MB halen. Is natuurlijk wel een lab snelheid, maar daar gaat het om. Met hoogfrequent normaal halen we snelheid, capaciteit voor steden, veel gebruikers. En we hebben 800 vooral nodig om landelijk dekkend te kunnen doen tegen redelijke kosten. Dat je ook binnen het huis goede dekking hebt. Dus 2.6 plus 800 geeft eigenlijk een ideale mix van hoog en laagfrequent, van buiten capaciteit en binnen hele goede dekking. Ja, dekking versus zeg maar capaciteit. En jij zegt met 2x10, 800 en die 2600 kunnen wij gewoon een landelijk dekkend netwerk waar we iedereen goed kunnen bedienen. Ja, absoluut. Ja. Dan moet je wel een paar duizend palen zeg maar hebben om al die apparatuur op te schroeven. Ja, dat klopt. Je ziet ook, dat is geen geheime informatie. De meeste operators in Nederland hebben tussen de 4.000 en 5.000 sites. Hè. Een combinatie van 80% daken en 20% van die hoge masten. Die zie je vooral in buitengebieden. Bij de... Elke keer is het weer een ontzettende ellende om op die school weer een contract te krijgen. Er wordt flink voor betaald. Dus gaan jullie dat nou weer 5.000 plekken verzamelen om die masten daar neer te zetten? Of ga je gewoon meeliften op een andere operator? Ja, nou ja, goed, we gaan natuurlijk eerst onderzoeken wat onze opties zijn. Ik denk in Zweden, waar we al een paar jaar LTE uit hebben gerold, doen we dat ook samen met een andere operator. Dus wij zullen al onze opties onderzoeken. En het is een logisch om ook te kijken naar samenwerken met anderen. Maar, en anders ja, doen we het. En er werken ook mensen zelf samen mee. Dus waarschijnlijk ga je er gewoon meeliften. Hoe goedkoop, hoe duur is het nu tegenwoordig om een eigen netwerk? Behalve dan die plekken, die antennes die je moet hebben. Hoe duur is het nu om een netwerk aan te leggen vergeleken met zeg maar wat Vodafone en T-Mobile en KPN hebben moeten doen toen een aantal jaar geleden? Dat is aanzienlijk goedkoper op twee manieren. De apparatuur is veel efficiënter, kleiner en goedkoper geworden. Een oude wet was altijd, het kost 1 miljard in Nederland, vreemd genoeg. Vroeger met GSM 1 miljard gulden, toen 1 miljard euro voor UMTS. En nu zie je dat dat een... Misschien op de helft of minder ligt van dat soort bedragen. En daarnaast, de apparatuur is kleiner, energiezuiniger. Dus ook het in stand houden van zijn netwerk in 17 of 20 of jaar langer is veel goedkoper. Dus het is echt gewoon minder dan de helft en het is flexibeler geworden om dit te doen. Oké, okay, dus nu... Kijk, want omdat wij dus alleen investeren in 4G, in LTE, kunnen we ook een veel kostefficiënter netwerk bouwen. Met ons eigen glasvezel erbij, alleen LTE-apparatuur. En dat maakt dat wij gewoon veel lagere productiekosten kunnen hebben voor internet. We hebben geen legacy, we hoeven geen oude 2-3G-kanten mee te slepen.
En dat maakt gewoon dat wij daarom denken dat wij veel hogere snelheden kunnen bieden voor betere prijzen in de toekomst. Ja. Hebben jullie nu ook veel minder betaald voor de veiling dan de anderen? Ja, wij hebben uiteindelijk voor de 800 specifiek een veelvoud minder betaald dan de drie operators. Eigenlijk twee van de drie hebben ook 800 verworven, KPN en Vodafone. Ja. Waarom was dat? Waarom betaalden jullie minder? Nou, er zijn denk ik twee redenen voor. Wij hadden een gereserveerde plek in de band, omdat het ministerie van Economische Zaken al 3-4 jaar lang zo ondernemend is om te zeggen, oké, deze markt heeft een prikkel nodig, is niet concurrerend genoeg, niet innovatief genoeg. Dus er moet iets gebeuren, dus er moeten nieuwkomers duidelijk bij komen. Dus jullie kregen, jullie mochten bieden op kavels waar Vodafone en T-Mobile en zeg maar Vodafone en KPN niet op mochten bieden. Tegen wie moest je dan opbieden? In dit geval, dat hebben ze ook zelf bekendgemaakt, waren dat de kabelaars. Ziggo UPC, ook geen verrassing, die hebben 2 jaar geleden ook een groot stuk verworven. En die hebben op een gegeven moment besloten dat ze het te kostbaar vonden worden. En dat is ook het prijspunt geworden waarop wij dus de kabels hebben kunnen kopen. Nu zijn jullie een vaste lijn man, zeg maar. Jullie hebben allemaal ISDN lijnen, jullie winnen allemaal legacy contracten. Hoeveel toekomst was er nou nog voor Tele 2 met die afnemende markt van vaste lijnen? Ja, nou ja, meer dan genoeg toekomst vinden wij. Het is ook voor de boord. Gaat toch hard omlaag? Nou, je ziet het telefonieverkeer redelijk hard teruglopen. Dat is een gegeven, maar wij bedienen natuurlijk ook heel veel grootzakelijke klanten. Hè. Meer nog dan consumenten hier en daar. Maar is data, zeg maar, wat dan wel bestaat, is dat wel al 50% van de business bij jullie? Of is bellen nog steeds groter? Ja. Nou, nee, het is terecht wat je zegt. Want kijk, consumentenmarkt is in een paar jaar tijd helemaal verschoven naar triple play. Hè. Dat was 5 jaar geleden, was het een paar procent. Nu is het volledig triple play. Nou, daar zijn we nu ook recent in Fiber to the Home gestapt. Dus dat was onze toekomststap daar die we ook door zullen zetten. Zakelijk hè, doen we al heel veel eigen glasaansluitingen. En dan zie je eigenlijk langzamer dan met consumenten. Zie je de shift naar zakelijk VoIP, naar fixed mobile conversion. Dus het samengaan van vaste en mobiele oplossingen. 1 nummer bereikbaar zijn. Dus ja, in die zin ook zakelijk bellen zal niet verdwijnen. Het zal verder bij elkaar komen convergeren. En het leuke is van ons nieuwe LTE-netwerk straks, dat is ook volledig IP gebaseerd. Dus voor ons is het relatief simpel om daar zeg maar 1 wolk van te maken. 1 dienstenpakket waarop je dat soort geconfigureerde diensten kan gaan doen. Dus jij denkt echt dat jij gaat komen met concurrerende prijzen. Want wij worden als consument een beetje gestoord van hoe eigenlijk die shift is gemaakt van onbeperkt internet voor 10 euro. En zwaar betalen voor bellen. Nu is bellen heel goedkoop aan het worden, maar nu is data gigantisch goedkoop. Gaan jullie dat omdraaien weer? Ja, ja, nou, daar kan je zeker op rekenen. En er zijn een paar belangrijke redenen voor. Wat ook onze groep-CEO Mats Granlund heeft gezegd in Zweden. Hè, wij omarmen die datarevolutie. Dus die dataverkeer zal alleen maar toenemen. Alles wordt data. Wij zien het als een kans, niet als een bedreiging. Hè, dat zie je aan de bestaande partijen ook. Die straffen je eigenlijk als je veel data gebruikt. Het is onwaarschijnlijk duur vergeleken met andere landen. En wij zullen nogmaals hoge snelheidsdiensten voor een betere prijs gaan leveren. Oké, wanneer komt het ongeveer? Nou, zo snel mogelijk. Ja, voor de zomer of na de zomer? Nou, dat kan ik nu niet inschatten. Champagne is net opgedroogd, dus we gaan eerst nu verder ons plan. Feestje bij Tele 2.